Hartelijk welkom bij onze DIA-sprechstunde. Wegens de zomervakantie heeft deze sprechstunde even op zich laten wachten, maar we zijn er weer met een nieuwe aflevering, waarin onze DIA-experts jullie vragen over Duitsland gaan beantwoorden. In deze aflevering gaan we het hebben over de Duitse cultuur. Ik ben Astrid Meijer, medewerker evenementen en communicatie bij het Duitsland Instituut Amsterdam. En vandaag spreek ik met Britta Bendiek. Welkom, Britta. Hoi. Britta, we gaan het vandaag hebben over cultuur. Een zeer breed begrip. Zou je ons daarom even kort de term cultuur kunnen toelichten? Ja, Astrid, je zei al, het is een breed begrip. Begrip is complex en het wordt vaak en ook op veel manieren gebruikt. En één voorbeeld is in de alledaagse cultuur spreken we over jeugdcultuur, over eetcultuur, over bedrijfscultuur. En zeg maar, dat is één tak. En aan de andere kant hebben we ook de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen, waar het begrip heel vaak gebruikt wordt. En al in de jaren 50 hebben twee Amerikaanse wetenschappers een verzameling gemaakt van allerlei definities van cultuur. En daar komen we dus op meer dan 100 definities. Dus het is heel duidelijk dat er één definitie in feite niet bestaat, maar dat het begrip cultuur altijd gevormd is eigenlijk door het invalshoek. Van waaruit, vanuit welke discipline kijk ik naar cultuur? Dus invalshoek en context zijn hier heel belangrijk. En als wij aan cultuur denken, dan denken we in eerste instantie aan kunst, aan beeldend kunst, maar ook aan literatuur. Maar er hoort uiteraard nog veel meer bij. Taal, de politieke cultuur hebben wij. Dan hebben wij ook nog religie en rituelen. Heel simpel, rituelen. Hoe begroeten we elkaar? Dat is ook weer cultureel bepaald. Hoe dicht kom je daar bij elkaar? Wat zeg je? Dus dat is één van de vele aspecten. En misschien tot slot cultuur. Je kunt er heel veel uiteraard over zeggen, maar we houden het kort. Maar het is heel actueel op het moment. Door globalisering, door internationalisering, stellen we steeds de vraag naar cultuur. Want cultuur is aan de ene kant verbindt cultuur, maar aan de andere kant grenst of verdeelt cultuur. Het verbinden en het verdelen, dat maakt het uit. En daarom is het op het moment zo'n soort hot item. Hot topic, ja. Hot topic, moet je zeggen, inderdaad. Ja, en dat het zo'n breed begrip is, hebben we ook gemerkt aan de uiteenlopende vragen die we hebben binnengekregen. Dank aan jullie allen voor het insturen van de vragen, want het belooft een interessante aflevering te worden. We beginnen met de vraag van Nieuw. En daarbij komt jouw expertise vanuit de Duitsland-desk goed van pas. Zijn vraag is namelijk, wat zijn volgens jou de grootste cultuurverschillen en misschien wel obstakels tussen Nederland en Duitsland? En hoe kunnen Nederlandse studenten, bedrijven of Nederlanders in het algemeen zich het beste voorbereiden op deze cultuurverschillen? Zijn er überhaupt cultuurverschillen? Ja, goede vraag. Hè? Vaak denken wij of wij zien de anderen, of in dit geval de Duitsers, dan vanuit ons eigen denkbeeld of ons wensbeeld. Hè? De pünktliche Deutsche en de vrije Nederlander. Maar we moeten voorzichtig daarmee omgaan. Hè? Dat zijn dus deze beelden, deze denkbeelden, die hoeven niet waar te zijn om invloedrijk te worden. Dus dat allereerst als vooraf. Het is namelijk zo, wij lijken heel erg op elkaar. Duitsers en Nederlanders hebben heel veel overeenkomsten. Maar als ik verschillen moet benoemen, dan zou ik denk ik willen inzoomen op het omgaan of van het hanteren van risico's. Hoe risicobereid zijn wij? Hè? We hebben in Duitsland, of bij Duitsers, ook moeilijker met het begrip Duitsers om te gaan. Dus maar wij, we moeten trends laten zien, dus we moeten Duitsers zeggen. Daar zie je wat meer risicovermijdend gedrag. En dat zie je in heel veel regels. En zich ook houden aan de regels. Terwijl je in Nederland meer het losse omgaan met regels ziet. Hè? Die worden vaak ook overtreden of niet zo serieus genomen. Men gaat wat flexibeler
met de dingen om. Men is informeler, terwijl het in Duitsland gewoon over het algemeen iets formeler aan toe gaat. En hetzelfde hebben we ook met relaxed en wat meer gestrest. Dat zijn allemaal dingen die hierbij horen. Maar eigenlijk expliciet kan ik het maken met het voorbeeld van als je iets plant, dan heb je toch heel vaak ook nog plan B en plan C in de ladekast, zeg maar. En goed voorbereid en ook altijd rekening houden met dat de oorspronkelijke plan niet doorgaat. En in Nederland zeggen we heel vaak, ja, dat zien we dan wel. Het is echt een hele andere aanpak. En die is heel ontspannen. Dat zien we dan. Maar ja, op dat moment, hoe gaan we dat dan beslissen? Dus dat, denk ik, is een van de grote verschillen die inderdaad nog steeds zichtbaar zijn. En die we merken. Ja. En ja, ter voorbereiding. Als men naar Duitsland gaat, is het natuurlijk altijd heel handig om van tevoren het een of ander daarover te lezen. Of misschien ook naar tv-shows te kijken. Een beetje kijken, hoe werkt het? Hoe praten mensen met elkaar? Hoe gaan ze met elkaar om? Welke topics worden in de kranten hoe besproken? Dat betekent dus ook dat je de taal, dat je met taal bezig bent. Maar dat gaat dan uiteraard ook vanzelf. En dan, op het moment zelf, vooral heel open-minded daar naartoe gaan. Gewoon goed observeren in plaats van meteen interpreteren. Goed, ja, goed. Zonder vooroordelen. Juist. Ja. En dan lukt het vanzelf. Ja. En voor studeren in Duitsland ga je uiteraard naar de website Studeren in Duitsland. Uiteraard. Ja. Dan gaan we verder met een vraag over de actualiteit. Een vraag van Arthur. Hij vraagt zich af, door de coronacrisis wordt in Nederland vooral de culturele sector zwaar getroffen. Er gaan miljarden naar bedrijven als KLM en Booking.com, maar slechts miljoenen naar cultuur. In Duitsland is die steun echter veel groter. Hoe komt het dat in Duitsland de steun en waardering voor kunst zoveel groter is dan in Nederland? Ja, misschien moeten we allereerst zeggen dat in Duitsland uiteraard Lufthansa, hè? Het condoom van KLM ook financieel gesteund wordt. En zeker ondersteund wordt met grote bedragen. Dus daar zijn de verschillen niet zo groot. Maar de cult of cultuur, hè? Bildung, is ook een begrip die kun je ook niet vertalen naar het Nederlands, speelt eigenlijk al heel lang een hele grote rol. En ik wil het proberen kort toe te lichten. Wij hebben het eerste punt, denk ik, die belangrijk is dat na de Tweede Wereldoorlog hadden we uiteraard hadden we de DDR en de BRD. Dus, en het belang van kunst en cultuur was daar uitermate groot. Met de gedachte in het achterhoofd, nooit meer. Dus door een kritische geest, filosofie en cultuur te ondersteunen, probeerde men ook daar een stap te zetten in die richting. Hè? Dus daar een bewustzijn voor te creëren. Maar er zijn nog twee andere redenen waarom het zo belangrijk is en waarom het nu ook nog steeds zo gesteund wordt. Aan de ene kant hebben we het federalistische systeem. Dus de verdeling van het geld die ter beschikking gesteld wordt voor de kunst- en cultuursector, dat gaat dus federaal. Dat betekent dus ieder deelstaat krijgt zijn portemonneetje en gaat dat ook weer verdelen naar de communes en de steden. En die staan wederom in concurrentie met elkaar. Dus je hebt grote steden die, München, Hamburg, Berlijn, maar ook heel veel kleine steden. En ik heb even ook wat getallen uitgezocht. Als je kijkt in Duitsland heb je dus meer dan 150 theaters, meer dan 130 orkesters, 6000 musea, 7000 festivals en een kwart van alle orkesten wereldwijd, die zit dus ook in Duitsland, 8000 bibliotheken. Dus het zijn enorme hoeveelheden en je kunt het ook verklaren door die tijd dat we nog allemaal kleine
deelstaatjes hadden en had ieder vorstendom, zeg maar, had zijn eigen operahuis en zijn eigen theater. Dus vanuit die cultuur is dat ook gegroeid. En er zit ook heel veel identificatie in. Hè? Bijvoorbeeld nu werd in Hamburg de Elbphilharmonie gebouwd recent. En alleen de bouw heeft al 800 miljoen euro gekost. Dus dat is meer dan Nederland op het moment aan steun geeft aan de culturele sector in verband met de coronacrisis. Dus nou ja, dit om een beetje om de verhoudingen te schetsen. En ik denk, dus we hebben het federalisme, we hebben de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. En nou ja, de lange geschiedenis eigenlijk van de Duitse cultuur, dat zijn ja, de ja. Dan heb ik de volgende vraag van Leo. Leo vraagt zich af waarom de stijl Jugendstil maar zo kort heeft geduurd. Naar zijn mening vindt bijna iedereen het mooi en zijn de items die in deze stijl zijn verschenen tot op de dag van vandaag zeer gewild. Heb je daar een antwoord op, Britta? Ja, zeker. Die zijn zeer gewild, maar het is ook niet altijd zo geweest. Maar misschien als we eerst terugkijken op de periode, dus ongeveer 1890 tot 1910-14 was de periode van de Jugendstil. En dat was eigenlijk een tegenbeweging tegen de periode die daarvoor was, die vooral gekenmerkt was door de allerlei historiserende bouwstijlen ook en kunststijlen. Maar het Wilhelminische Duitsland hadden we toen ook, wat heel stijfjes was en regelconform. En je ziet dat de Jugendstil, de benaming, die komt uit de Jugendbeweging. Er was ook een tijdschrift in München, die heette ook die Jugend. En uiteindelijk is de naam Jugendstil, die komt ook voort uit de benoeming van deze, of de naam van deze tijdschrift. Maar het is een soort bevrijdings, ja, het behoefte aan zich bevrijden uit die stijve maatschappij. Dus er komt een nieuwe vrijheid. En dat zie je ook in al die ornamenten van de Jugendstil. En ook zeg maar, het kapitalisme boomde, er was veel rijkdom, er was veel, alles was in beweging. Maar op een gegeven moment kwam ook weer de nieuwe zakelijkheid. Dus Bauhaus. En dat is wederom het tegenovergestelde van Jugendstil. En dat is eigenlijk de ene periode die lost de andere af. En dat is van korte duur, dat is hier nu relatief van korte duur geweest. Wij krijgen ook nog de Eerste Wereldoorlog. En daarna was in feite alles wat daarvoor was, werd eigenlijk een beetje als ouderwets gezien. En Jugendstil was helemaal niet meer in. En dat heeft geduurd tot eind jaren 70. Toen kwamen wij in het postmoderne tijdperk en ineens werd Jugendstil ook weer mooi gewonnen. Dus het is, ja, pas dan kwam het eigenlijk terug. Jaren 80, jaren 90. En in al die jaren daarvoor werd het ouderwets gezien. Dus het is interessant hoe ze gaat veranderen en welke breuken er zijn om iets weer ouderwets te laten worden of wederom modern. Dan is de volgende vraag van Hilde. Zij is benieuwd naar het volgende. Nederlandse cabaretiers hebben vaak een geheel eigen stijl. Dat zal in Duitsland niet anders zijn. Maar zijn ze inwisselbaar? Zou bijvoorbeeld Hans Steeuwe met zijn soms ruwe grappen gedijen in Duitsland? Of ligt de humor, ondanks dat we buren zijn, te veel uit elkaar? Ja, goede vraag, niet makkelijk. Ik denk Hans Steeuwe is sowieso best speciaal, ook in Nederland. Maar als we kijken naar tegenwoordig naar cabaretiers zoals bijvoorbeeld Lubach of Böhmermann in Duitsland of die Heute Show, dan zien wij dat dat internationale concepten zijn, een beetje een soort late night show image. En dat het toch best wel vergelijkbaar is met elkaar. Dus dat is één categorie, denk ik, die we best wel met elkaar, ja, die best wel op elkaar lijken. Ja. Maar humor is op zich wel heel erg tijds- en plaatsgebonden. Dus in die zin wordt het ook weer wat lastiger. Namelijk humor, wat we al hadden met taal, hebben we hier ook met humor. In het noorden, ik denk Hamburgse humor, is weer een hele andere dan humor in Baden-Württemberg. Dus ook hier hebben we
is het moeilijk te vergelijken en hebben we regionale verschillen, ook zelfs binnen Duitsland. En het is natuurlijk ook lastig omgaan met bepaalde onderwerpen. Als wij bijvoorbeeld denken aan de eerste film, de eerste parodie over Hitler. Dat was in het jaar 2007, een film met Helge Schneider in de hoofdrol. Die film heet Mijn Führer, die wirklich waart de waarheid over Hitler. Die werd al van tevoren zo bekritiseerd. Dus al voordat de film überhaupt uitkwam, waren daar enorme discussies losgebarst. Dat de kritiek, nou ja, het was gewoon een heel groot taboe wat hier gebroken werd. En men was ook bang dat, daarvoor dat het verkeerd begrepen werd. Nou ja, dat was in het jaar 2007. En dan hebben we in 2015 de publicatie van Erst wieder da. Ook over Hitler en ook de film. Rond 2015, ik wil het nu niet helemaal vastleggen op dit jaar. Maar toen was het al veel gematigder. Toen hadden we heel veel kritische stemmen, maar ook heel veel positieve stemmen. Dus je ziet dat er ook een soort incubatietijd is voor bepaalde onderwerpen om daar ook met om die ook humoristisch te benaderen. En ook hier weer de verklaring uit het verleden. Hele grove humor is nog onwennig. En er wordt toch anders daarmee omgegaan dan in Nederland. En dan zijn we bij de volgende vraag. Een vraag van iemand met inside information. Deze vraag heeft namelijk betrekking op de hoofdpersoon van jouw promotie, de kunstenaar Armando. Peter stelde de volgende vraag. In Nederland was en is Armando redelijk succesvol, maar hoe was dat in Duitsland? Begrijpt men daar de symboliek van zijn werk? Heeft men begrip voor de beeldentaal die hij gebruikt? Hoe vinden ze het dat een buitenstaander als Armando zich met hun trauma bemoeit? Ja, goede vraag. Armando was zelfs in Duitsland in eerste instantie succesvoller dan in Nederland. Armando hij werd er zeer gewaardeerd. Groot getoond ook in 1984, die Fanen tentoonstelling in de Nationale Galerie. Dan op de Documenta 7. Toen nog met Rudy Fuchs. En werd vervolgens ook van veel musea aangekocht. En het is interessant namelijk. Armando is in feite 1979 naar Duitsland gegaan om eigenlijk bekendheid in Nederland te krijgen. Dus hij heeft altijd gezegd, als ik naar het buitenland ga, dan word ik ook in Nederland gezien. En zie daar, het is gelukt. Dus begin jaren 80 is hij dus in Nederland, is hij in Duitsland, werd hij gezien en heeft alle aandacht gekregen. En werd heel veel aangekocht, ook voor buitengewone collecties en in musea. En heeft dan het geluk gehad om ook begin jaren 80 die columns uit Berlijn in NRC Handelsblad te schrijven. Dus Armando is niet alleen beeldend kunstenaar, maar heeft ook heel veel journalistieke teksten geschreven en ook heel veel proza. En die werden dus twee wekelijks gepubliceerd en daar heeft Nederland ineens op gewacht. Dus men wachtte echt aan fans die niet konden wachten om op zaterdag zijn column te lezen. En in die columns liet hij ook heel veel Duitsers zogenaamd aan het woord. Dus hij heeft ook de gesprekken gezocht en die opgeschreven en in Nederland wederom gepubliceerd. Dus misschien nog een keer terug op je eerste vraag, Astrid. Is hij in Duitsland succesvol geweest? Zeker. Zijn succes daar heeft afgenomen toen hij zelf een eigen museum in Nederland krijgt. Maar dat is ook een bekend fenomeen. Op het moment dat een kunstenaar zijn eigen museum krijgt, is hij wat minder interessant voor andere musea. Maar tegelijkertijd was Duitsland eigenlijk zijn vertrekpunt voor zijn groot succes in Nederland. En interessant is dat hij in Nederland vooral in eerste instantie in de jaren 80 gezien werd door zijn columns, dus door zijn journalistiek werk en ook door zijn proza werk. En dan ook in de jaren 80 gelauwerd werd met allerlei prijzen die hij in ontvangst mocht nemen.
En je tweede vraag was of ja, hoe de Duitsers daar zelf tegen aankijken dat hij zich Ermee bemoeit, ja. bemoeit, zogenaamd. Ik denk dat hij in die zin ook een avant-gardist was, namelijk het was getabuïseerd. Er waren, ja, hij was eigenlijk de eerste, en dat was al in de jaren 60 trouwens, dan wel binnen Nederland, heeft die Nederlandse vrijwilliger SS'ers aan het woord gelaten in de publicatie der SS'ers samen met Hans Sleutelaar. Dat was een absolute taboebreuk in Nederland. Maar hetzelfde principe heeft hij toegepast om in gesprek te gaan met Duitsers in de jaren 80 en om dat ook weer op te tekenen. Maar zijn voordeel hier was dat hij onbevangen was, dat hij de buitenstaander was. En dat hij zich dat kon permitteren om de pijn te laten zien, maar ook het tegenstrijdige verleden heel goed zichtbaar maakte. Maar ik moet er wel bij zeggen dat van die teksten die Armando daarover geschreven heeft, zijn er maar heel weinig ook naar het Duits vertaald. Dus uiteindelijk de terugkoppeling naar de Duitsers zelf in de jaren 80, die is er Ja. niet geweest. Interessant is ook dat uiteraard de herinneringsdiscours zowel in Duitsland als ook in Nederland in de jaren 80 een andere was dan in de jaren 60 toen hij nog de SS'ers publiceerde. En ook dan die nu is. En dan zijn we alweer bij de laatste vraag aangekomen. Deze vraag is van Annemieke. Heel wat bekende componisten zijn van Duitse kom af. Zo ook Hildegard von Bingen. Een Duitse componist uit de 12e eeuw. Haar werk geniet tot op de dag van vandaag grote bekendheid. Ik heb gehoord dat Hildegard een van de oudste Europese componisten zou zijn waarvan we de naam kennen. Zou je wat meer over haar en haar plek binnen de tijd waarin ze leefde kunnen vertellen? Wat maakte deze vrouw bijzonder? Ja, Hildegard von Bingen was de eerste componiste wier naam bekend is. En het is inderdaad een heel spannende personage. Ze werd in het jaar 1098 geboren als tiende kind. En haar ouders zagen het als morele verplichtingen, juist omdat het het tiende kind was, om haar in het klooster te sturen. Toen werd dus de achtjarige Hildegard werd in het klooster gestuurd. En ja, je moet het zo zien. Als een soort denkbeeldige godsbelasting. Hè? 10%, dus het tiende kind, werd in het klooster gestuurd. En dat heeft haar ook gevormd. Namelijk, beroemd was zij dan ook door haar visionele krachten. Dus Hildegard kon met God contact opnemen, God zien, met hem in dialoog treden. En ook zijn gedachten en verwachtingen aan de mensheid in begrijpelijke taal overbrengen. Dat is één aspect waarom Hildegard zo beroemd werd. En ze ging dan ook vroeg, zeg maar, met haar verhalen zogenaamd op tournee. Dus ze ging haar verhalen breed vertellen en dat werd ook aangenomen. Maar wat maakte haar nog zo bijzonder? Ze werd natuurlijk niet voor niks in het jaar 2012 pas, werd zij dus in het register van de heiligen opgenomen. Het heeft dus heel lang geduurd totdat dat gebeurd is. Maar ze was daarnaast dat ze dus een begnadigde mystica was, die dus voor haar visioenen een gretig publiek vond. Was ze ook natuurkundig begaafd. Dus ze schreef ook boeken over medische werking van planten, theologische verhandelingen en best wel controversiële verklaringen van de evangeliën. Maar, ik denk waar de meeste mensen haar van kennen, is dat zij ook componiste was. Dus zij componeerde liederen, liturgisch zingspel zogenaamd. En daardoor verwierf ze heel veel bekendheid. En de vraag is, ja, haar positie als vrouw ook, hè? Hoe werd die waargenomen? Het was natuurlijk heel bijzonder en geleerde vrouw in die tijd. En dat werd zeker ook door haar tijdgenoten gewaardeerd. Maar door haar mannelijk, zou ik zeggen, gevormde, of door mannelijk gevormde latere instanties, zoals de kerk en ook de wetenschap, werd ze minder gehonoreerd. Maar pas
later, dus eigenlijk pas heden ten dagen, wordt Hildegard weer op haar waarde geschat. En dat zien we ook in allerlei vertoningen van, of er worden films over haar gemaakt en toneelstukken. En er is een hoorspel, zelfs een trilogie over haar gemaakt. Dus dat is zeker ook een kenmerk daarvoor dat haar populariteit nu weer aan het stijgen is. Ja, ze kwam ook een keer voorbij bij een pubquiz waar ik aan meedeed. Dus ik kwam er zelf niet op, maar ik vond het wel een heel interessant verhaal. Ja, haar leven. Ja. Ik heb een stukje laten horen van haar composities. Ja, ja. dat was alweer de laatste vraag. Heb ik nog een vraag voor jou, Britta? Als je onze kijkers een cultuurtip, een Duitse cultuurtip zou willen meegeven. Bijvoorbeeld welke kunstenaar of schrijver je op dit moment moet volgen. Tentoonstelling die je moet bezoeken. En ik weet dat het er heel veel zijn, dus het is wederom geen makkelijke vraag. Maar zou je onze kijkers een tip kunnen meegeven? Ja. Ik zou zeggen, sowieso allereerst bezoek minimaal 5% van de 6000 musea die je in Duitsland hebt. Ruime keuze, overal waar je komt kun je dan zomaar binnenstappen. Met een mondkapje tegenwoordig. En als je binnen Nederland blijft, dan zou ik zeggen, grijp de kans. Tot 6 september kun je nog in Museum Voorlinden, sowieso buitengewoon mooie ruimtes, ongeacht ook de wisseltentoonstelling. En kijk daarna aan zijn Kiefer. Zeer interessant. En vanaf begin september komt er een van de eerste installaties van Armando. Wordt getoond in het Kröller-Müller Museum. Zeker ook de moeite waard is. Trouwens ook richting Duitsland. Kun je eerst daar gaan kijken. En dan ga je op naar de 6000 musea in Duitsland. Jullie nogmaals dank voor het insturen van alle interessante vragen. En het meekijken. Mocht je nou nog meer informatie willen over de Duitse cultuur of over Duitse online evenementen, kijk dan op duitslandinstituut.nl. Daarop staat ook een interessant artikel van Jesse, vorige week verschenen, over de tentoonstelling die Britta net noemde in het Voorlinden. Dus lees hem vooral even door, mocht je geïnteresseerd zijn om daarheen te gaan. Heb je nog tips voor ons, feedback of andere vragen? Laat het ons weten in een bericht hieronder. Of stuur een mailtje aan dia@uva.nl. En nogmaals hartelijk dank voor het kijken. En tot de volgende keer.